Yo, mijn naam is Ties en misschien wisten jullie dat al. Dames en heren, jongens, meisjes, vandaag is weer een video waarin ik saai in mijn stoel ga zitten. Maar dat is wel met een reden. Dit is weer eventjes een serieuze video waarin ik gewoon eventjes één op één met jullie wil praten. Jullie hebben niks te zeggen in dit gesprek, maar alsnog wil ik even met jullie praten. Oké, dus als ik met een probleem zit dat rondom YouTube zich afspeelt, dan vind ik het fijn om dat met iemand te delen. Die iemand, die zijn jullie in dit geval. Dat vind ik fijn omdat de reacties dan meestal onder dat soort video's positief zijn en dan mij motivatie geven en creativiteit geven om YouTube zeg maar door te zetten. Voorheen was het zo dat ik een video idee in mijn hoofd gewoon zo eruit liet poepen als het ware. Het was er binnen een paar minuten en dan had ik een video idee voor die dag en dan prima, dan ga ik het opnemen. En het probleem dat ik een beetje heb de laatste weken rondom YouTube, wat invloed heeft op het maken van YouTube video's, waardoor ik niet goed video's kan maken als het ware. Wat er een beetje dus is, mijn creativiteit die is een beetje dood. Letterlijk dood. Kijk, als YouTuber is het moeilijk om originele video's te maken. Die ideeën voor video's die moeten van mij, die moeten origineel zijn. Anders dan het andere, niet een standaard Minecraft video die al iedereen gedaan heeft. Of een Q&A die al iedereen gedaan heeft. Ik weet niet, ik wil iets anders. Alleen de creativiteit heeft me de afgelopen paar weken een beetje belemmerd, want die ideeën die kwamen maar niet en ja, daarom heb ik dus ook al bijna een week amper geüpload. En dat is eigenlijk dus ook de reden waarom ik zo weinig upload de afgelopen weken. Ik bedoel, de motivatie om video's te maken die is er zeker weten wel en daarom upload ik nu ook best veel gamevideo's op Ties Games. Want ja, gamevideo's, daar heb je geen idee voor nodig. Je start gewoon die opname, je gaat een beetje praten over het spel. Alleen ja, bij video's die ik voor dit kanaal maak is dat zo anders. Omdat elke video eigenlijk gewoon een ander idee weer is, een ander concept. Op de een of andere manier kan ik die concepten niet meer zinnen. Het zit er gewoon even niet meer in. Er zijn van die periodes, dan gaat het een maand super lekker. Dan heb ik zoveel ideeën. Dan schrijf ik die ook op. Want dan weet ik gewoon van, ja, over een maand kan het zomaar zijn dat ik dan geen ideeën meer heb. Alleen nu is dus het probleem, ja, ik heb niet meer echt ideeën. Ik wil video's maken die ik zelf ook leuk vind om te maken. En ja, weet je, als ik een Q&A met mijn broertje bijvoorbeeld ga doen. Ik weet dat het views zal opleveren. Maar vind ik het zelf ook echt super leuk om op te nemen? Ja, niet altijd. Ik heb niet elke dag zin om een Q&A op te gaan nemen. Dus ja, dat is een beetje mijn probleem op dit moment. Ik heb gewoon niet echt... Ja, ik heb gewoon niet echt de creativiteit voor YouTube. De motivatie is er zeker weten wel. En als de creativiteit er wel is, dan is de motivatie er weer niet. Het zijn twee van die fucking dingen die zich tegen elkaar aanstrijden. En eentje die werkt maar altijd. En dat is best wel kut. Wat is met mijn haar trouwens? Jezus. Mijn doel is eigenlijk om een paar video's per week te uploaden. En niet één. En ook niet twee. Minimaal 4 video's per week wil ik eigenlijk volhouden. Alleen, ja, op dit moment is het gewoon 1 video per week. Omdat ik gewoon echt totaal geen inspiratie heb. Dus dames en heren... Ik heb jullie hulp nodig. Ik ben waarschijnlijk een slechte YouTuber omdat ik dit zeg, maar... Gooi wat video-ideeën in de comments. Gooi ideeën voor mij van video's die ik kan opnemen. En dan bedoel ik niet Minecraft en een Q&A en een Minecraft Let's Play. Kijk, dat snap ik ook wel allemaal. Die ideeën kan ik zelf ook wel verzinnen, maar... Kijk, als dat je ideeën zijn, Q&A en tag met vriendin en dat soort dingen... Dan hoef je me niet te helpen, weet je wel. Thanks voor je inzet, maar misschien kunnen jullie me helpen, misschien ook niet. Dan moet ik zelf maar weer dingen gaan verzinnen. Want het is gewoon kut als je wel motivatie hebt, maar geen inspiratie waardoor je weinig kan uploaden. Trouwens, dames en heren, kijk dit nieuwe design. Een nieuwe merchandise design, jongens. I like it. Linkje staan in de beschrijving. Dames en heren, dat was eigenlijk wel weer een beetje mijn probleem. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Was een keer eventjes wat serious talk met jullie, want ja, ik heb inspiratie. Nodig. En op dit moment heb ik het gewoon even niet. Misschien heb ik het morgen wel weer, maar de afgelopen week merk ik gewoon dat ik gewoon geen video-ideeën heb. En ik probeer het een beetje afwisselend te houden. Dus voor de mensen die nog niet op mijn game-kanaal zijn geabonneerd, genaamd Ties Games, heel simpel. Doe dat zeker weten als je van games houdt. Speel nu Minecraft, City Skylines, worden allemaal super tof ontvangen. Dank jullie wel daarvoor. Dus als je mijn hoofd meer wil zien dan alleen op dit kanaal, zou ik je aanraden om daarop te abonneren. Als je mijn hoofd niet wil zien, ja, dan moet je vooral dat niet doen. Dames en heren, duimpje omhoog, zou ik chill vinden en geef me ideeën alsjeblieft.